Goedemorgen, lezelingen in deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag maandag en het is 5 september. Dit is weer de eerste normale weekdag van na mijn vakantie en zo. Ik moet er een beetje inkomen. Ik heb vannacht ook niet zo goed slecht geslapen. Ik heb de laatste nacht echt heel veel last van mijn nek telkens. Ik weet niet hoe dat kan. Volgens mij had ik wat van die verkeerde kussens op vakantie, waardoor mijn nek niet goed loog. Ik weet het niet zo goed, want mijn kussens hier zijn al goed, dacht ik. Maar het doet echt heel veel pijn, dus ik heb een beetje slecht geslapen. Maar het is 10 uur. Ik ga straks lekker naar kantoor. Ik ga lekker werken. Ik ga lekker inpakken. Het is een beetje rustig met mijn webshop. Dus dat wil ik ook weer een beetje oppikken. Want ik heb natuurlijk nog best wel heel veel zomeritems. Ik moet nog beginnen aan de herfstcollectie. Dus ik denk dat ik vandaag ook even tijd ga spenderen in nieuwe collecties zoeken. Wat ik leuk vind voor de nieuwe herfstcollectie. Ik heb wel een nieuwe winterjas binnen. Die zijn echt fucking mooi. Vandaag komt er ook nog een andere levering binnen. Volgens mij is dat met restock van pantalons en dingetjes die dus aangevuld moeten worden. Ik heb nog een pakketje die ik open ga maken met jullie. Dus dat is het eigenlijk. Ik ga lekker eten en dan ga ik naar het werk. En ik hoop dat ik een beetje uit mijn vakantieritme kan komen vandaag. Ik ben in ieder geval voor mij nu wel gewoon redelijk op tijd wakker. Al wil ik de komende dagen wel nog op tijd wakker gaan worden. En misschien ook weer wat meer gaan wandelen. En eventjes helemaal mijn ritme oppakken. Dus in ieder geval veel plezier met kijken vandaag. Ik heb wel echt het meest simpel outfit ever aan. Ik heb namelijk deze top aan. Deze van onze Jamie set. Ik heb gewoon alleen het shirtje ervan aan. En dan heb ik eronder het rokje, broekrokje van de Maureen set. Dus ik heb eigenlijk gewoon, hiervan heb ik een set op mijn webshop staan. En hiervan heb ik een set op mijn webshop staan. En die heb ik even los van elkaar gecombineerd. Andersom kan het natuurlijk ook. Dit broekje met dat blouseje. Ja, ik vind het gewoon even lekker. Ik had namelijk dit broekje aan. Ik wist niet goed wat erbij moest. Toen zag ik dit gewoon simpel zwart. Ik denk, nou, doen we die er mooi bij. Ik heb met zwarte sneakers. En dan richting kantoor. Ik ben weer terug op mijn kantoortje. Lang geleden voor jullie ook. Als jullie mij weer op kantoor hebben gezien. Want ja, hè. Vakantie en zo. Oh. Wat ik altijd jammer vind in de zomer. Dat het hier best wel aardig een beetje donker is. Aangezien ik de zon dus helemaal dicht doe. Anders is het echt hier gewoon veel te warm. Dus dat is wel echt jammer. Maar ik heb nog steeds die oude iMac. Ik had namelijk een nieuwe iMac. Alleen die was stuk gegaan. Dus ik had hem omgeruild. Dan kreeg ik alleen iMac zoals ze nieuw konden regelen. Maar dat heb ik nog steeds niet gekregen. Dus wel jammer. Want nu werk ik nog steeds met die oude. Maar niet over uit. Hij werkt prima hoor. Maar ik kan gewoon niet wachten tot ik gewoon weer de goede heb. Ik weet niet wanneer dat gebeurt. Hij zou misschien eergisteren komen. Maar hij kon eergisteren niet. Dus we moeten even kijken wanneer wie wat wanneer komt. Ik ga nu even de toren verwerken. Dat vind ik echt altijd heel, heel vervelend om te doen. Nou, dat vind ik gewoon ook een van de minst leuke dingetjes. Maar ja, dat hoort er wel gewoon allemaal bij. En dat moet ook gewoon allemaal gebeuren. En als ik elke dag gewoon iets doe, dan is het ook zo klaar. Dus dat ga ik lekker eventjes doen. En dan ga ik lekker inpakken en zo. Ik moet er even lekker motivatie vinden. Ik ga even naar de wc. Ik ga nu eventjes bestellingen inpakken. Het is best wel rustig, maar ik zit erover na te denken om misschien echt een dikke sale te gaan organiseren. Echt gewoon de playshoots en zo. Gewoon letterlijk voor een tientje. Dat is wel echt heel erg goedkoop. Maar ja, ik wil zeg maar in de winter wil ik er gewoon niet meer mee zitten. En ik wil straks gewoon echt een grote herfstcollectie. En echt mooie kerstkleding en zo. Daar wil ik me gewoon echt op gaan focussen straks. En dan moet ik hier wel gewoon plaats gaan maken. En dan wil ik gewoon hier alleen dingen hebben die gewoon echt hard lopen. Dus ik denk dat ik dat wel gewoon ga doen. Dat ik dat eindmiddag of vanavond mee bezig ga. Het zou echt leuk zijn. Maar ja, dan ga ik echt letterlijk dingen voor 15 à 10 euro wegdoen. Dat is ook wel heftig. Maar dan doe ik gewoon als regel dat het gewoon niet meer retour kan. Want anders blijf ik ermee zitten en het is dan wel zo goedkoop. Dan moet je daar gewoon rekening mee houden, zeg maar. Dus ja, helemaal leuk. Ik ga eventjes de labels aanmaken voor de bestellingen. Avond. Ik weet niet of ik wel een kwaliteitsverschil zie, maar ik film dit met mijn oude camera. Want na mijn werk ben ik naar huis gegaan. Heb ik eigenlijk eind van de middag tot avond heb ik eigenlijk alleen maar in de tuin gewerkt. Dingen in de sale gegooid. Zijn echt mega fun in de sale, by the way. Dus check it out. Echt van 5 euro, 10 euro, 15 euro, 20 euro. Echt van alles. Daar was best wel lang mee bezig geweest. Net na het avondeten dacht ik pak mijn camera erbij. Ik ga een Chiquelle shop nog filmen. Besef ik me dat mijn camera nog op mijn werk ligt.
Dus ik zeg tegen mijn moeder, nou ja, ik ga toch naar het werk, weet je wel. Ik heb er geen zin in. En zei mijn moeder, jij hebt nog een oude camera liggen. En ik heb nog een oude batterij en nog een oude SD-kaartje. Dus ik film het gewoon lekker met mijn oude camera. Best wel handig gewoon voor als ik hem vergeten ben of zo. Ja, ik ben er blij mee. Blij dat hij er ligt. Dus ik ga lekker Chiquel shoplog filmen met jullie. Ik heb er wat leuke items mogen ontvangen. Dus ik zet hem even in het statief. En dan doen we een kleine shoplog. Zitten we dan. Ik hoop niet dat jullie even van geluid horen van mijn ventilator. Die heb ik aan. En die moet ook echt aan. Het is vandaag echt een warme dag. Het is vandaag een benauwde dag. Ik vind het niet heel lekker. De hele week zeg maar 29 graden. Maar wel echt bewolkt. Dus benauwd. Dus het is niet echt lekker weer voor de zonne. Sowieso als ik gewoon de hele week aan het werk ben. Ik wil deze week gewoon echt aan het werk. Is het gewoon lekker als het cool is. Maar ja, het is nooit goed. Ik ben op zich wel blij met het weer. Het is wel lekker. Nog even zomergevoel, maar het is een beetje benauwd. Maar ik wil mijn bruine kleurtje ook alweer aanhouden. Dus ja, een beetje tegenstrijd. Maar ja, als er geen zon is, word ik ook niet bruin. Maar we gaan lekker beginnen met Chiquel. Ik ga even kijken of ik ook een kortingscode voor jullie heb. Die ik met jullie kan gaan delen. Met de kortingscode MelanieS20, die hier nu in beeld komt, ontvangen jullie 20% korting op alle items. Behalve op de seal items en op de zwemcollectie. Dus op de bikini collectie, de badcollectie. Die dingetjes dus niet. Ik heb er 8 leuke dingetjes uitgekozen. Waaruit hun dus 4 dingetjes kiezen om uiteindelijk dus naar mij toe te sturen. Dus het is altijd spannend wat ik dan uiteindelijk ontvang. Dus we gaan het gewoon gezellig openmaken. We hebben hier wat leuke dingetjes. Ik ben echt heel erg benieuwd wat ik allemaal heb uitgekozen. Het is ook alweer een tijdje geleden. Want het ligt hier alweer. Gewoon. Het ligt er al een tijdje. Volgens mij voordat ik op vakantie ging, kwam het al binnen. Toen dacht ik, laat maar. Maar in ieder geval, we hebben hier een heel mooi blauw kleurtje. Vind je echt een leuke webshop. Als je het bestelt, is het volgende dag in huis. Ze hebben echt hele leuke items. Dus met de samenwerking met Chiquel ben ik ook echt heel erg blij altijd. Oh, deze is nice. Het is een beetje zo'n, hoe noemen ze hem toch ook weer? Ik weet niet hoe ze hem top noemt. Maar met van die cup-achtig iets. En dan een beetje zo'n bandeau top. En dit is de achterkant. Zit er stretch in? Ja, er zit wel wat stretch in. Hij lijkt wel wat kleiner. Ik weet niet of maat ik heb. Maat M. Hij rekt wel. Oh nee, kijk. Top. Er zit een rits in. Ik denk al. Anders zit er net wat te weinig stretch, denk ik, om erin te komen. Ook alle items probeer ik hieronder lekker te linken, zodat jullie het kunnen shoppen. En als je al bestelt, vergeet niet mijn kortingscode MelanieS20 te gebruiken natuurlijk. Ik zou super leuk vinden. Oké, ik heb het topje er nu aan, maar hij is maar echt klein. Ik weet niet waarom, want ik heb gewoon een M genomen. Maar kijk, hij gaat ook echt niet dicht. Het staat ook echt een stuk te klein. Dus hou rekening mee dat het topje wel echt kleiner valt. Verder vind ik hem echt super leuk, dus ik baal er wel heel erg van. Dan heb ik hier een... Ik heb het nu al 3 zwarte items. Even kijken. Tada! Gewoon heel simpel. Gewoon een topje. Maar dat vind ik gewoon altijd heel chill. Vooral met vliegen en zo. Gewoon heel simpel zwart topje. Lijkt ook wel een beetje lekker stevig. Lijkt wel een beetje op een sport-BH-achtig iets. Maar het zijn gewoon van die lekkere chill dingetjes die je lekker s'avonds in bed aan kan. Of gewoon met chillen in huis. Gewoon leuk. Ja, hij kan ook gewoon leuk staan op een rokje wat ik nu bijvoorbeeld aan heb. Wat een drukke rokje. En gewoon een zwart topje erbij. Dus kijk hoe die aanstaat. En nou, dit is dus een topje. Niet zoveel over te zeggen. Gewoon heel simpel, maar wel leuk. Volgens mij heb ik hier een setje ontvangen. Ik weet het niet zeker. Ik ga ze allebei even laten zien. Maar volgens mij was dit een setje bedoeld. Dan heb ik hier eerst een bikershort. Van zo'n ripstoffie. Super chill. In de maat... Wat voor maat heb ik? Oh, ik heb hoofdpijn. Normaal. Maat M. Ja, leuk. Volgens mij hoort het topje er dus dan bij. Nee, niet. Oh, misschien dat dit daar ook wel bij hoort hoor. Misschien dat dit wel een setje moet. Deze 2. Dus die laat ik eerst eventjes zien hoe die aanstaat. Let's go. Dit is de bikershort. Ik heb hem gecombineerd met dat topje. Leuk setje. Leuk broekje. Helemaal top. En dan heb ik als laatste heb ik hier een heel leuk topje. Even kijken. Dit is dus dat topje. En dan heb je dus voor dus een open stukje. Waardoor je lekker die boobies ziet. Kijk. Zo. Very cute. Dus de achterkant is gewoon dicht. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik denk dat het een heel leuk topje is. Ja.
hele leuke items. Dus die gaan we ook de aanbieden van laten zien. Oké, ik heb nu dit super leuke topje aan. Hij is echt super leuk. Ja, dit is gewoon echt een topje die ik wel vaak aan zou doen op vakantie of zo in de avonden. Of eventueel voor festival. Je kan hem ook zo ook wat minder heftig maken. Kan je gewoon een beetje zo dragen. Je kan hem nog heftiger dragen. Maar ook omdat dat ze ook het leuk vinden. Kijk, zo vind ik het ook heel leuk. Ik heb zaterdag gevonden ook een festival. Dus misschien is het ook best wel een leuk idee. Misschien met zo'n lange, leuke broek erbij. Ik weet nog niet wat ik aandoe. Maar misschien een lange broek erbij. En dan dit topje. Vind ik wel heel leuk. Dus wie weet. Zie je allemaal zaterdag in de vlog natuurlijk wat ik uiteindelijk aandoe. Ik ben dus een half jaar weer ongesteld. Ik slik altijd de pil door. Oh, het is niet normaal op me voel. Zo lang ben ik ongesteld weg geworden. Dus die buikpijn. Niet leuk. Niet te doen. Oké, jullie hebben kunnen zien hoe het bij me aanstaat. Ik weet het zelf nog niet, dus ik ga het nu ook even aantrekken. Laat u weten wat jullie favorietje was. Nou, nadat ik de video heb opgenomen, kreeg ik opeens mega veel motivatie om hard te lopen. En dat is echt zeldzaam bij mij. Ik vind hardlopen eigenlijk niet leuk, maar ik heb het gewoon gedaan. Ik heb volgens mij 2,8 kilometer gerend, hard gelopen, in 23 minuten. Dus ik ben tevreden. Dit was echt een van de eerste keren dat ik heb hard gelopen in mijn leven. Ik vind het gewoon niet leuk. Dus ik vond het best goed gaan. Ik ga nu lekker even vlogs editen en in bed liggen. En ik voel me helemaal goed dat ik het heb gedaan. En ik probeer het ook gewoon lekker vol te houden. Ik voel het heel fijn. Gewoon lekker in de buitenlucht. Ja, hopelijk hou ik het een beetje vol. Ik probeer ook echt even energie te krijgen voordat we de winter in gaan. Want de winter is echt mijn maand dat ik altijd gewoon door van winterdepressie krijg. En in de winter vind ik het leven gewoon echt niet chill. Gewoon dat je zeg maar dom met donker wakker wordt. En gewoon die donkere dagen. Ik heb dan nooit energie. Dus stel dat ik nu al wat energie kan opbouwen. Zou me dat waarschijnlijk heel erg helpen. Maar ik ga lekker mijn vlogs editen. Vanaf morgenochtend dan nog even deze camera. Dan hebben we weer een leuke kwaliteit. Maar volgens mij is het ook best wel prima. Maar het is een beetje blauwiger of zo. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze vlog een beetje leuk vonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Dan een duimpje omhoog. En dan hoop ik dat ik jullie morgen weer zie bij de volgende dagvlog. Lekker slapen.